Yo mensen van Prepperkloven, en we zijn hier bij de nieuwe server video. En wat gaan we vandaag doen? Inderdaad, we gaan vandaag een abonnee special zeg maar opnemen. Want we hebben één attractie voor jullie als special gehouden. We zijn hier met Senne, die zit niet in Skype, maar die gaat mee testen. En Jens ook, dus we gaan nu. Warp maar naar Darkness Pokémon Fire. Dat is die balattractie. En daarna gaan we ook alle nieuwe dingen laten zien die we hebben. Dus /warp Darkness Pokémon Fire, dan zien we deze gigantische bal. En we gaan nog een moment even wachten. We kunnen ook openen. Afrika laten zien, want daar is ook al hoop gekomen. Nu zijn de poortjes open, kom maar gerust naar binnen. Ja. Dan kunt u daar weer geen karkjes hè? Ja, godverdomme, ik vlieg. Zal ik even plaatsen? In het ongeval. Druk mijn kot. Yes. Oké, ga maar klaarstaan. Klaar. Ga maar in de karken. Maar nog niet vertrekken. Ik moet er ook in, hè. Ja, we gaan vertrekken. Ja. Dit is voor 400, 350 abonnees. En ja, niet met de 400 abonnees kan je de map downloaden en zelf spelen. Ja, nu gaat het, want ik heb daarna examens. Nee, is ook al wat. Hier het eerste lichteffect. Populair geworden, hè? We hebben een paar reacties. Yeah. En dit is vuurwerk, ook een mooi effect. Hier laatste kleur. Ja, daar redden we in. En dan komen we bij het einde. Yes, made by Jonas. Ja, ik heb alleen de lichteffecten en wat van de gebouwd. Ja. Ja, Afrika. Is er daar nog een nieuwe attractie of nog niet? Ja, hebben we het. Nee. Eerst gaan we naar het bijhorende Pokémon gedeelte. Ah, ik kan er nu ook over lopen. Nu komen we bij het Poképlein, ook gemaakt bij Jonas. Behalve heeft Jens met dat centra geholpen. Maar eerst gaan we de attractie Elements doen. Als jullie naar Jens' kanaal hebben gekeken, vroeger hebben jullie misschien gezien dat die attractie ook is gebouwd in zijn wereld. Ja, maar dat was op... En nu hebben we hem opnieuw gebouwd. Wat is deze attractie? Mensen, dat is eigenlijk een attractie die drie of vier elementen doet. Dus je kunt maar per twee, dus ja, maar ik ga met Senne, oké? Okay? Even wachten. Want die komt aan waar die vertrekt, zeg maar. Senne, kom erin. Kom erin. Yes, kom. Dus, we beginnen met het grasgedeelte, het watergedeelte, het vuurgedeelte, een korte attractie en het sneeuwgedeelte. En dan komen we weer bij het begin uit. Kijk. Niet zo handig, maar het is nu eenmaal zo gemaakt. Nu gaat Jens hem misschien nog iets doen als hij dat wilt. En de karkjes terugzetten ze. Hopla, Jens gaat er ook vandoor. Dan hebben we hier de uitgang. Heel simpel gebouwd. Het is een heel korte attractie eigenlijk. Ja, die op de iPad die duurde iets langer, omdat je daar een stuk hebt gemaakt zonder elements. Ook gewoon baan. Ah ja. Dan. En dan hebben we dit gigantische Pokémon Center, zeg maar. Ja, is echt groot. Nice, we gaan er nu even naar binnen. Ja, hier, als we binnenkomen, zien we hier een restaurantje. En er is een plugin toegevoegd. Kijk maar, mensen. Maar wat is dat voor bullshit dat je ergens hoort? Dat is omdat ik hierin ga, maar dat is niet erg, want je ziet dat niet meer. Dan, dus we hebben stoeltjes van 4 van 4. 2, 2 en de familietafel en de feesttafel. Ja, die heeft Jens gemaakt, maar eerst een mooie trap. Hier hebben we dan het restaurant gemaakt bij Jonas, Stef en Senne. Met ovens. En natuurlijk het. Kijk, het eten niet bijna doorheen. Er zit geen eten. Ah ja, toch wel. Nou, wel, kijk, helemaal door elkaar gaan. Temp, Ben, Stef, Fukke. 8 dagen voor. Belofte.
Voilà, ze, we hebben hem geband. Volgens mij heeft hij dat hier gedaan in de kist. Kan hij nu niet meer joinen. 8 dagen, nee. Dat is een eigen schuld, die had dat gezegd, hè. Als ik ze mijn drinken gaf. Dus mensen, ik ga nu deze kist nog even rap bij elkaar doen. Dit hele stuk ga ik weer snel zetten. Ja, deze Afrika is zo... Is zo'n beetje het eerste stuk af. Ik ga... De Black Python is af. Hij moet alleen nog maar gefixt worden. Maar de rest is alles gemaakt. En hierachter heb ik iets geplaatst wat coming soon komt. Dus binnenkort komt daar... Oh ja, we gaan zo meteen de val door laten zien. Oké. Okay. Mensen, ik heb alles gesorteerd. Dit was natuurlijk een versneld stuk. Dus, dit hier was dus de rand. En dan hebben we hier nog een mooie trap van Jens. En hier een attractietje. Gewoon even een hele simpele attractie. Kom erbij, Senneke. Oké, dus Afrika. Maar joh, domme kut, die gaat aan de andere kant. Oh. Die lullige Senne. Dit is een attractie voor... Maar waarom gaat hij nu naar achter, dat kan ik hem? Hoe komt dat, ja? Wat is met dat, ja? Die karking er naar achter. Ket. Oké, mensen, we gaan nu dus even naar buiten vliegen. Hier boven komt binnenkort een monorail. Nu nog niks. Ja, die monorail dus kan pas komen als we zo... Hey, is de Pokémon Go al in de video geweest? Dus ja, die is al... Ja, die hebben we al. Nice. Dan hebben we hier het Ghost, dat is nog niet af, dat gaat niet heen. Dan ga ik nu naar Warp. Oh. Naar Warp, Afrika. Dan zien we hier een mooie nigger. Nee, racist. Pardon. Nee. Nee, ja. En dan gaan we naar binnen, dan heb je hier een lelijk kot. En hier beneden komt een attractie. Wat doe jij? Waarom heb je zo'n lange rare rails genomen? Ik hoop maar dat dat ooit gaat werken, hè. Ik ga binnenkort een plugin laten schrijven voor mezelf. Dat zou wel. Ja. Dat is een attractie die ze nog niet af, dus ik had er niet in. Dat kunt je ook niet. Geen moeite. Die attractie... Die... Dan, we hebben hier voor de rest nog niks, dus alleen die rare attractie. In Afrika werkt nog niks. Ja, dus we gaan bij die neger weg. Heel veel lusjes nu al gedaan. Dit is een Main Street, mensen. Het ziet er net als een echt huis uit, natuurlijk. En dit zijn huisjes. Hier komt het warme paprestaurant. Hier komt nog ergens het hoofd van Stef. Stef is ook een papper. Die nu verbannen is. Dan. Deze kunnen we nog niet laten zien, de boomstamattractie. En dan hebben we nog iets nieuws, de valtoren, die in onderhoud is. Wat altijd zo zal zijn. Hebben we de Disco Twister hebben we nog niet gedaan in de video. Ja. Dan gaan we nu de Disco Twister doen. Ja, kan ik er op de toevoegen. Zo'n valtoren, dat zou wel nice kunnen zijn. Maar ja. Onbekend hoe dat zoiets noemt. Misschien moet je zoiets drop tower... Plugin. Oké, we gaan in de. Ik ga met. Ik ga in de attractie met hem. Welke kant is nu weer op aan daar? Ook zien dat we de video niet te lang maken. Dus we gaan nog even deze mooie attractie doen. De Disco Twister van Putje. Er zijn minder effecten gekomen dan je had verwacht, maar... Hey, ik had meer zin om iets anders te doen. En ik ben ook al begonnen... Nee, ben ik nu terug? Ik ben ook al begonnen aan de podcast Frankenstein House, maar... Ja... Nee. Ik dacht zo net aan die eerste scène te beginnen, maar ik had eigenlijk meer zin om Afrika te houden. Warp Ghost House. Staat aan je huis. Frankenstein. Het is wel een ghost warp. Blijf eruit, joh. Er staan altijd twee karren. En laat die staan. Maar wel te voet. Dat is warp. Franken. Maar jongen, we hebben geen warps, jongen. Hey, fuck dat, joh. Het is toch niet ver weg. Warp. Ghost. En ik heb de...
Ja, ben jij dat... Het ghostgebied... Ah, ja, je hebt alleen maar bij het ghostgebied een warp. Hier binnen komt een spookhuis. Oh, het is al een beetje aan gewerkt. Ja. Nog niet echt veel, nee. Oh joh! Nee, Jens, dan mocht je niet toe. Kom eens. Ik zal het wel aanpassen. Kijk, dit. Oh ja, shit, dat gaat niet. Dat is, kijk, je ziet mijn kop tegen. Dat is ambetant. Nee. Dus maak dat hoger. Hier dan. Ah, oh, shit, waar is de grond? Ah, is dit zo irritant? Vanaf hier dan. Ja, en hier is dus het hele grote station. Verander dat, dat is lelijk, jongens. Dat mijn kop er tegen sluit. En hier is er ook niks. Spokers? Wat wordt dit zelfs? Ja, hier komen dus de karretjes aangereden en moet je gewoon instappen. Ja, en dit is er al gewoon een gang met wat we hebben. En dan hier zo zal de eerste scène moeten komen, want daar heb ik nog niks gebouwd. Dus hier is nog geen fuck. Nice. Maar wel alleen nog, maar wel allemaal blokkades. Alles is er behalve de attractie. Wat doe je nou? Jij hebt een blokkade aan de kant. Ze kunt hier amper lopen nu. Maar ik denk dat we nu alles hebben laten zien, ik denk het, hè. Pokémon gebied is af. We hebben een center, we hebben Pokémon Go, we hebben een Darkness Pokémon Fire met daarboven. Wat heb je daarboven gebouwd? Pokémon. Hier op die bal. Maar niet uit, maar hier op dit plein... Ga ik nog allemaal mooie Pokémon dingen bouwen. Mooie standbeelden. Een fonteintje. En dan hier binnen de monorail.